Goedenavond allemaal, ik ben Rudy, ik ben een van de vrijwilligers die voorlichtingen geeft namens Greenpeace. Ik ga naar buurthuizen, scholen, naar Oude Vandaag en ik hou daar een wervend verhaal over een milieuthema of over Greenpeace. Maar ik sta vandaag en gisteren ook al op de boot om iets te vertellen over deze ruimte, over het plakkaat dat achter mij hangt, iets over het schip en als we tijd hebben nog iets over een eigen ervaring met een van de schepen van Greenpeace. En dit noemen wij de conference room. We kunnen hier presentaties geven. We hebben hier een beamer, we hebben daar een whiteboard. We hebben hier ook internetaansluiting. En vooral als er pers aanwezig is, dan kunnen we ze goed vertellen waar we aanwezig zijn, waarom we het doen en wat de doelstellingen zijn van de campagne. Het is ook een van de weinige ruimtes waar geen daglicht binnenkomt. En dat ze natuurlijk lekkere presentaties dan kunnen geven. Maar voor mij wel vervelend dat ik de hele tijd binnen sta. Ik heb het ervoor over hoor. Het schip is 58 meter lang. 11 meter breed en heeft een diepgang van 5 meter. Dat is een van de eisen die wij stelden toen dit schip gebouwd werd. We willen een snel schip, want als we een walvisvaarder achtervolgen, we hem ook bij kunnen houden. We willen een milieuvriendelijk schip en we willen een schip wat ook op veel plekken kan komen. En hoe dieper natuurlijk de kiel komt, hoe ja, minder plekken die kan varen. Al drie de eisen voldoet hij. Milieuvriendelijk vooral ook door het gebruik van hele lichte materialen. Waardoor die met weinig energie toch snelheid kan maken. En het verbaasde mij dat het schip het snelste vaart als hij zeilt. Als alle zeilen op zijn, maakt hij 15 knopen, ongeveer 27 kilometer. En met de motor kan hij maximaal maar 10 knopen halen. En we gaan ongetwijfeld een keer proberen om te kijken als hij met volle zeilen vaart, of hij nog sneller kan als de motor ook aangaat. Achter mij vindt u een spandoek waarop alle namen staan van mensen die hebben bijgedragen aan de bouw van het schip. Hier staan de Nederlandse namen. Ik heb nu 6 mensen gehad die hun eigen naam hebben teruggevonden. Eentje had pech, het was net in het zwart, hij kon er geen foto van maken, maar hij stond er wel bij. Het is steeds per land geordend, dus andere landen hebben ook flink bijgedragen aan de bouw van het schip. Het kostte 23 miljoen euro, dat is een hoop geld. Maar als je zo'n schip zou moeten huren, dan ben je ongeveer 3 ton per dag kwijt. Nou, als je dat snel uitrekt, dan heb je hem binnen een paar dagen heb je hem er al uit. Ja. We hebben natuurlijk nu wel het onderhoud ook helemaal betaald. Mijn ervaring met dat schip is dat ik mij opgegeven had voor een campagne van Greenpeace. Het ging over 2 dingen. Een zeereservaat op zee. We vinden het heel belangrijk dat de plekken op zee worden vrijgeroosterd van visvangst. Dat die vis daar zich goed kan herstellen en weer kan groeien. Dat we ook over 10 of 20 jaar nog vissen hebben. En we proberen mensen bewust te maken dat ze sommige vissen die overbevist zijn, op slechte manier gevist worden, dat ze die beter niet kunnen eten en andere vissen wel. Nou, ik had mijn treinkaartje in de Hoek van Holland al bijna gekocht toen ik door Greenpeace werd gebeld, dat ik naar Scheveningen moest komen. Nou, ze hebben zeker de campagne verschoven naar Scheveningen. En mooi weer, nog meer mensen, nog meer handtekeningen. Maar toen ik daar aankwam bleek dat ik op het schip van Greenpeace moest komen en dat men ging varen naar Hoek van Holland. Dat we daarover moesten stappen op een rubberbootje en dan door de branding naar het strand zouden gebracht worden. Dat we dan met een spectaculaire aankomst ook heel veel handtekeningen zouden kunnen inzamelen. Nou, keek eens even over de rand van het schip. Dat is wel een flink eind naar beneden. Maar goed, ik dacht, nou, dat durf ik wel. Maar op zee bleek dat het schip natuurlijk zo gaat en dat rubberbootje gaat ook zo, maar dat gaat niet helemaal parallel. Dus mijn angst nam toch wel een beetje grotere vormen aan. Maar ik dacht, nou, durf ik wel te zeggen dat ik het niet durf. Ik wat toe te geven aan al die Greenpeace die dat allemaal gewoon maar dag in dag uit doen. Ja, dat durf ik niet. Dus nou, ik heb mij maar vermand, ik heb het maar gedaan. Ik ben inderdaad in het rubberbootje gestapt en we zijn naar het strand gevaren. Ik was wel blij dat ik er heel uit aankwam. En we hebben inderdaad een spectaculaire entree gemaakt en veel handtekeningen kunnen inzamelen. En veel bewustzijn kunnen creëren dat een zeereservaat van belang is. Maar goed, aan het eind van die lange dag gingen we wat eten in Hoek van Holland en daar hebben ze heel veel goede visrestaurants. Maar we keken de menukaart door en alleen maar foute vissen. Dus we hebben bijna nog hongerig naar Amsterdam terug moeten reizen. We hebben het de meest spectaculaire dag gehad van mijn leven. Dankzij Greenpeace denk ik dan maar. Jullie moeten weer door, want de volgende groep staat klaar. Jullie moeten die deur door en dan mogen jullie links een blik werpen in de machinekamer. Graag gedaan. Dank u wel. Veel plezier nog. Ruikt nieuw. Ja, het is ook.
Hoppala. Gaat het? Yes.